een kandidaat-wethouder namens Altena Lokaal. Het is voor jullie wel even een zoektocht geweest, hè? Nou, eigenlijk niet. De situatie die ontstond was heel snel. En daarna is het ook heel snel gegaan. Dus wat dat betreft is dat in enkele uren is dat geregeld. En hier staat hij, Peter van der Ven. Ja, maar niet gedoodverfde kandidaat neem ik aan voor jullie, of wel? Nee, maar dat is ook al duidelijk geweest in ons persbericht. Hè. Dus onze eerste kandidaat die heeft om privé-persoonlijke redenen af moeten zeggen. Nou, dat respecteren we. Daar slaan we het piketpaaltje en dan moeten we verder. En dan moeten we als Altena Lokaal zijn we dan ook gaan schakelen. En het schakelen, dat kwam terecht bij Peter die in België zat. En die had 2 uur bedenktijd nodig en die zei tegen mij, Filip, ik ga je redden. Ik ga je helpen. Was het echt zo makkelijk voor jou, Peter? Ik hoorde het verhaal en ik schrok natuurlijk wel enigszins. En het kwam voor mij ook als een verrassing. Maar mijn primaire gedachte was toch wel, hier ontkom ik niet aan. Maar ik had wel de primaire motivatie, de intrinsieke motivatie om te zeggen, ik ga ze helpen. Want ik vind het gewoon ook hartstikke leuk om zo'n nieuwe gemeente mee op te zetten. Dus de keuze die was voor mij inderdaad redelijk snel gemaakt. Mijn vrouw was het ermee eens, mijn dochter was het ermee eens. Dus gaan. En nou kan ik me ook al een beetje voorstellen. Ik bedoel, je hebt op een gegeven moment afscheid genomen als wethouder. Je bent op een bepaalde leeftijd gekomen dat je nu ook denkt van nou goed, voor mij even geen gemeentepolitiek meer. Ik neem aan dat dat ook wel even door je gedachten heeft gespeeld. Nou, eigenlijk niet. Kijk, mijn leven is, of laten we zo zeggen, tot op dit moment was toch wel aardig gevuld weer met de nodige bestuursfuncties. In het onderwijs, maar ook in de woningbouwcoöperatie, maar ook bij GSW Altena, dat soort zaken. Rond het Marianne Vos Cycling Center. Dus ik had natuurlijk toch een aantal klussen. Was redelijk actief. Het grote voordeel was natuurlijk wel mijn eigen tijd indelen. Maar aan de andere kant, het openbaar bestuur, dat heeft me zoveel gebracht en zoveel plezier ook gebracht, dat ik dat niet vergeten ben. Dus dat ik denk van nou 3 jaar om zo'n gemeente mee op te zetten. Dat is een mooie afgebakende tijd om daar eens even stevig voor te gaan. De conditie is goed. Mentaal hoop ik althans. Fysiek is hij goed. Dus dat moet lukken. En dan wordt het straks waarschijnlijk vanuit op het fietsje vanuit Raamstokveer naar Omkerk toe? Ja, nou ja, ik deed dat naar Werkendam natuurlijk ook. Maar Almkerk is wat dat betreft nog een stukje dichterbij. 12 kilometertjes. Dus dat moet lukken. Meer dan 50% van het college komt nu van buiten Altena. Ja, dat klopt. Maar dat verwijt dat kreeg ik ook bij mijn aantreden in Werkendam, waar ik de eerste wethouder van buiten was. Maar dat betekent aan de andere kant, dat vind ik namelijk, dat je als wethouder van buiten de opdracht hebt om een tandje bij te zetten. Om ervoor ook te zorgen dat je goed ingeburgerd bent in de gemeente waarin je werkt. Kijk, en dat is voor mij toch ook altijd wel het voordeel geweest, dat ik al die contacten die ik had als wethouder in Werkendam, breed ook in Woudrichem en in Aalburg, altijd heb behouden in de tussenfase. Dus een echte buitenstaander ben ik niet. Ik woon ook aan de grens van de gemeente Altena natuurlijk. Het is de brug over en ik sta er. Dus wat dat betreft, ik zeg niet dat ik me een echte Altenees voel, maar het zit toch wel aardig in de buurt. En ik denk dat heel wat mensen zullen denken, Peter van der Ven, komt er niet uit Altena? Nou ja, toen ik wegging in Werkendam, toen heb ik wel eens wat spottend gezegd van nou, ik voel me eigenlijk zo'n beetje een half en halve Werkendammer. Jullie als Altena Lokaal, maar zeker ook het bestuur achter jullie partij, nu toch ook even goed aan het nadenken is hoe we dat over 3 jaar moeten gaan doen als Altena Lokaal zijnde, toch? Nou, je zegt het goed, hè? Dus over 3 jaar. Wij gaan ons nu richten op de komende 3 jaar, waarbij we echt een ding te doen hebben met elkaar over Altena. Nou, daar schuiven we Peter in voor in het college, dus dat gaat goed komen. We hebben ook de volledige ondersteuning van de hele coalitie. En uiteraard, maar dat geldt voor iedere partij, is dat je de komende 3 jaar ook weer gaat kijken van over de schuttingen, wat gaat er daarna gebeuren. En ja, je mag van ons verwachten dat we inspelen op de actuele situatie.